Dit is Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. luisteraar, gezellig dat je weer aanschuift bij het programma op Weg met de Bijbel. Ik ben Willy Zelderus en getrouwd moeder en oma en de laatste jaren heb ik mij aan het schrijven en spreken gewijd. Deze week is het thema rust versus onrust. En in de eerste overdenking noemde ik het ook al dat Augustine zei, want onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. In mijn vierde overdenking, dat gaat over de stormen die ons leven kunnen teisteren. Toen ik trouwde met de schipper en samen met hem een schip bemande, hebben wij letterlijke stormen moeten trotseren. Over deze woelige jaren heb ik in mijn boek Schipperen geschreven. Hilarische verhalen die als voorbeeld dienen voor een rustgevende boodschap uit de Bijbel. Vaar vandaag weer met me mee over de stormachtige golven van geloof, hoop en liefde. We voeren met het schip van Amsterdam naar Lemmer, dwars over het IJsselmeer. Wanneer het hard waait, kan het daar behoorlijk spoken. Maar er stond niet meer dan een behoorlijke bries. En mijn schipper had helemaal zin in een heerlijke schommelpartij op de golven. Hij adviseerde mij op tijd naar bed te gaan, zodat ik minder last van zeeziekte zou hebben. Wanneer we midden in de nacht in Lemmer aankwamen, mocht ik weer acte de présence geven, om een handje te helpen bij het aanleggen. Ik volgde zijn advies maar al te graag op, want ik had helemaal geen lust om in de zevende maand van mijn zwangerschap als slingerend het IJsselmeer te doorkruisen. Het bed was inderdaad de beste plaats voor mij en op de deining van de golven viel ik al snel in slaap. Mijn slaap werd helaas vroegtijdig afgebroken vanwege ongewone geluiden en enigszins ongerust stommelde en slingerde ik richting stuurhut, onder de weg struikelend over allerlei attributen die uit voorzorg op de grond waren neergezet. Ik werd me er weer te degen van bewust hoe anders het leven aan boord was. Ik had in mijn ouderlijk huis nog nooit meegemaakt dat ik over boeken, serviesgoed, plantenbakken en ja, zelfs over een gastel heen moest stappen. Na het hindernissenparcours te hebben doorlopen, kwam ik eindelijk in de stuurhut aan. Daar zag ik een zeer zeldzaam verschijnsel. Mijn schipper was niet in zijn element. Oorzaak? De behoorlijke bries was ontaard in een storm, met uitschieters naar windkracht 10. Dat duidt op zware storm. We waren in een echte storm terechtgekomen en dat vond zelfs mijn doorgewinterde schipper onaangenaam. Wij voeren met een leeg schip dat alle kanten opslingerde. Vanwege de inkswarte nacht zagen we geen hand voor ogen en mijn schipper voer op lichtboeien, vuurtorens en zijnlichten. Alles wat uit de lucht kwam werd over ons uitgestort, en de wind raasde om ons heen. Wij waren een speeltje van de weerselementen die over elkaar heen buitelden, en wij buitelden mee. Door de sterke wind dreven we te veel naar de kust, waardoor op een gegeven moment het gevaar aanwezig was dat het schip tegen de dijk de platter zou slaan. Het gebruik van het achterroer, het hoofdroer in de stuurhut bleek onvoldoende om het schip uit de buurt van de kust te houden. En mijn schipper besloot naar voren te gaan om ook het koproer te activeren, dat toen nog met de hand bediend moest worden. Door beide roeren te gebruiken werd het schip beter bestuurbaar. Ik protesteerde in alle toonaden, want het was niet ondenkbeeldig dat mijn schipper overboord zou slaan. Ik was er vast van overtuigd dat ik het zonder zijn aanwijzingen niet zou redden om het schip veilig de haven binnen te loodsen. De schipper maakte korte metten met mijn protest -song. Hij had geen andere keus. Ons schip had nu twee roeren nodig en dat betekende twee roergangers, één achter op het schip en één voor op het schip. Ik moest mijn schipper vertrouwen. En hij verzekerde mij dat hij alle voorzichtigheid in acht zou nemen, zodat hij in dit noodweer veilig de voorplecht zou bereiken. Eenmaal daar aangekomen, kon hij mij via de intercom precies opdragen wat ik moest doen. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn schipper verliet de stuur het om de niet ongevaarlijke trip naar voren te maken. Daar stond ik dan met mijn trillende handen aan het roer en met die benen achter het roer. Zelfs mijn zeven maanden zwangere buik trilde. En ik vroeg me af of het mijn kind was dat meetrilde op de cadans van al mijn trillende ledematen. Zou mijn kind rustig in de baarmoeder blijven zitten, ondanks alle innerlijke en uiterlijke onrust? Op een stoel zitten was niet mogelijk, want de aanwezige stoelen stonden niet meer. Ze hadden de moed opgegeven en waren erbij gaan liggen. Maar bij dit geweld staan en staan blijven was een haast onmogelijke opgaaf en mijn dikke buik zat mij danig in de weg. Door de hevige schommelingen werd ik bijna een duikelaartje. Wanneer ik net mijn evenwicht hervonden had bij de ene windvlaag, werd die weer ernstig verstoord bij de andere windvlaag. Ik hield het roer krampachtig vast, waardoor ik van bakboord naar stuurboord en van stuurboord naar bakboord te zijn gegleden, toch net niet omviel. Tot mijn grote opluchting hoorde ik vanuit het niets ineens de bekende stem van mijn schipper. Hij had het gered. Het grootste gevaar was geweken en nu nog doen wat mij gezegd werd, al was dat geen peulenschil. Mijn schipper en ik hadden een echte storm getrotseerd, de vuurdoop van alle letterlijke en figuurlijke stormen die we samen nog voor de kiezer zouden krijgen. In het Evangelie van Markus in hoofdstuk 4 lezen we het bekende verhaal over een storm. Het gaat hier weliswaar niet over een motorschip, maar over een zeilschip dat in een storm is terechtgekomen. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op in de golf en beukte tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker was geworden, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? We lezen hoe de discipelen samen met Jezus een bootreisje op het meer van Galilea maken en ook in een storm terechtkomen. In tegenstelling tot mijn persoontje. Zal het voor de discipelen vast niet de eerste keer zijn geweest dat ze in een storm terechtkomen? De discipelen zijn ervaren vissers die hun hele leven op dit grote meer hebben gevist. Ze zijn wel wat gewend. We hebben gelezen dat Jezus bij hen aan boord is en lekker ligt te slapen. In eerste instantie maken ze hem niet wakker, want ze denken het zelf wel te kunnen redden. Waarschijnlijk hebben ze eerst alle maatregelen genomen om zo goed mogelijk de storm op te kunnen vangen. Ze zullen de zeilen gestreken hebben en de riemen binnenboord hebben gehaald. Het water dat in de boot komt, wordt eruit geschept. Wanneer deze maatregelen evenwel niet te afdoende blijken en de boot vol water komt te staan, raken ze in paniek. De kans is levensgroot dat de boot zal zinken. De discipelen moeten met leden ogen aanzien dat de storm hun te machtig is, ondanks hun ervaring. Deze storm lijkt hun noodlottig te worden. Eindelijk bedenken ze dat Jezus er ook nog is. Jezus, die nog steeds in het land der dromen vertoeft, schijnt niets mee te krijgen van de omstandigheden waarin zij verkeren. Pas wanneer de discipelen inzien dat ze het niet redden, maken ze hem wakker. Ze roepen in hun nood tot Jezus en verwijten Hem dat Hij slaapt. Kan het Hem niet schelen dat ze lijken te vergaan? Er klinkt irritatie en verwijt in hun vraag. Hoewel de discipelen bijna dagelijks in de nabijheid van Jezus zijn en al zoveel wonderen gezien hebben, onderschatten ze toch nog de macht die Jezus bezit. De storm op het meer van Galilea gaat de macht van de discipelen te boven. Maar niet de macht van Jezus. Als de hulpvraag van de discipelen tot Jezus komt, bestraft hij de wind. De wind en de golven verdwijnen en het wordt stil. Jezus spreekt de discipelen toe en vraagt waar hun moed is en waar hun geloof. De vrienden van Jezus geloven hun ogen en oren niet en hebben nog een lange weg te gaan voordat ze in de gaten hebben dat ze met de Zoon van God van doen hebben, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Stormen zijn er niet alleen in fysieke vorm. We kennen allemaal de stormen die we in ons leven meemaken. Geen enkel mens op deze wereld ontkomt daaraan en het is bepaald geen opzienbarend feit. Stormen in allerlei soorten en maten kunnen ons leven bedreigen. Ziekte, verlies van dierbaren, werkloosheid, verlies van bezitting, echtscheiding en vul het maar in. Het bedreigt ons gevoel van welbevinden, van veiligheid, van geluk. Ook deze stormen maken ons angstig en we kunnen erdoor in paniek raken. Als gelovigen kennen wij de momenten dat we net als de discipelen naar God uitroepen. God, waar bent u nu? Kan het u niet schelen dat ik, dat wij vergaan? Wanneer wij geloven in God en in zijn zoon Jezus, hebben wij Hem als het ware uitgenodigd in onze levensboot. Er is altijd wel iets in ons leven waarvan wij denken dat God niet kan of wil ingrijpen, maar, als wij werkelijk begrijpen wie hij is, zullen we inzien dat hij zowel de stormen in de natuur als de stormen in ons leven de baas kan. De macht waarmee Jezus de storm op het meer stilt, kan als mede onze levenstormen tot bedaren brengen. Wat niet wil zeggen dat stormen aan ons leven voorbij zullen gaan. Nee, we zullen met stormen te maken krijgen en we moeten die trotseren. Maar we hoeven niet te vergaan. Jezus is immers bij ons in de boot. Jezus slaapt, hij is rustig en kent geen angst. Zijn slaap is niet een slaap van onverschilligheid, want hij weet dat zijn Vader elke situatie in de hand heeft. God heeft de regie en houdt de regie, al lijkt soms het tegendeel waar te zijn. Jezus wil ons als geen ander helpen als wij Hem om hulp vragen. Maar hij wacht vaak op het moment waarop wij toegeven het zelf niet te kunnen redden. We redden het soms niet om ons leven weer op de rails te krijgen, als bijvoorbeeld onze partner wegvalt. Of om ons huwelijk goed te houden. Of om onze baan te behouden. En er zijn legio voorbeelden te noemen waarin we het alleen niet redden. Met Jezus aan boord zullen we evenwel nooit de boot ingaan. Met Hem zijn we niet overgeleverd aan de wind van het toeval. Hij beheerst ons leven en onze persoonlijke bestemming. Hij heeft en houdt alles onder controle, ondanks onze angst dat het Hem wel eens uit de hand zou kunnen lopen. In de Bijbel in gewone taal staat dat Jezus zijn discipelen de vraag stelt, waarom waren jullie zo bang? Ik heb me laten vertellen dat het 366 keer in de Bijbel staat, wees niet bang. Een paar voorbeelden. Wees niet bang, want ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik maak je sterk, ik help je, ik houd je stevig vast en ik kom voor je op. U bent bij mij als ik u om hulp roep. U zegt, wees niet bang. Wees niet bang, geloof alleen maar. Alle dagen van het jaar zegt hij tegen ons, wees niet bang, want ik ben er en ik zal er zijn. Hij was er gisteren, hij is er vandaag en hij zal er morgen zijn want er staat in Hebreeën Jezus Christus blijft dezelfde vroeger, nu en altijd. Angst kun je alleen maar overwinnen door het tegenovergestelde van angst te voeden en dat is vertrouwen. Ondanks alle stormen die ons leven en deze wereld kunnen teisteren, kunnen we moed houden. Ons geloof, ons vertrouwen op God is gerechtvaardigd. Rust ervaren in elke storm die in ons leven woedt, kan alleen wanneer we met ons hele hebben en houden ons aan Hem toevertrouwen. Dan bevinden we ons in het oog van de storm. Dat wil zeggen dat we ons in het centrum van een tropische cycloon kunnen bevinden, waar het windstil is. Het is altijd moeilijk toe te geven, het zelf niet te redden. Maar samen met Jezus, de Zoon van de Levende God, die alle macht heeft, zullen we het redden. Mijn man en ik hebben samen de storm op het Ijsselmeer kunnen trotseren, omdat ik ervoor koos hem te vertrouwen, ondanks mijn angst, mijn gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. In mijn eerste overdenking heb ik al gezegd dat geloven in God synoniem is aan vertrouwen op God, onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods leiding. Ook al snappen we lang niet alles. Als de problemen in ons leven groot zijn, wat komt het dan op vertrouwen aan, en dat is een keuze die we kunnen maken. Een uitspraak van auteur Ari de Rover. Ik wil God steeds minder begrijpen en steeds meer vertrouwen. Ik heb de tekst al eerder genoemd in vorige overdenking, maar Paulus schrijft in zijn tweede brief aan Timotheus, de Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik sluit af met een bekende gezegde. God heeft ons geen kalmerijs beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hartelijk dank voor het luisteren en ik hoop dat je morgen weer afstemt op Groot Nieuws Radio om naar mijn laatste overdenking te luisteren. Ik wens je Jezus rustgevende nabijheid toe.